Hey yo kijkers van Shadowgames 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe serie hier op Shadowgames 23. En jawel jongens, het is Assassin's Creed 4 Black Flag. Oh my god, dat heb ik hier eigenlijk niet echt op zitten wachten. Want nou ja, ik zei wel dat ik deze serie niet wou gaan doen. Alleen toen dacht ik, weet je wat, YOLO gewoon. Ik wil gewoon eens zien wat Assassin's Creed eigenlijk in gaat houden. Dus jongens, ik heb gewoon even YOLO Polo Cats gedaan. En gewoon even Assassin's Creed via Black Flag gekocht. Because that's how we roll. En jongens, wij zijn hier kennelijk op een of ander raar schip of zoiets. Hey, is dat niet Corner aan de overkant of zoiets? Is dat Corner daar? Nee, kennelijk niet. Oh god, wat beschoten hier? Nee! My god. L, loop. Ja, oké. Okay, ja, snappen we allemaal al. Ja, basic controls. Kunnen we ook rennen? Wat is rennen? Is dit rennen? Wat is rennen dan? Is dit? Ja, dit is rennen. Oké. Okay. Ik probeer altijd maar wat met die controles. Even kijken. Ja, ik ben bij het roer. Roer overnemen. Oké, wat gaan we doen? Bootje varen? God, we beginnen allemaal helemaal in de actie. Oké, okay. Oh, kanonnen afvuren. Vuur de kanonnen af door LT ingedrukt te houden en beweeg R om te richten. Druk vervolgens op RT om te schieten. Oh, oké. Okay. Gaat waarschijnlijk niks worden. Maar goed, eens even zien. Oké, dat heb ik in ieder geval op de knie. Even kijken. Versnellen. Ah, oké. Okay. Holy shit, dit is echt epic. Je kunt gewoon helemaal een bootje varen. Dat is echt wel echt super cool. Even kijken. Kom op, hup. Ik wil ze beschieten. Maar kan ik jou niet neerhalen? Boom, boom, boom. Yes. Goed zo. Ik kan het. Ik kan het gewoon. Oh, wat? Oh, verkeerde knop, Ronald. Ja. Boom. Hachigi. We spelen nu gewoon fucking Pirates of the Caribbean. Yes. Wat? Oh god, verkeerde kant. Daar komen ze. Daar komen ze. Open het vuur. Binnen 3, 2 vuren. Oh, nou we hebben veel health van ze afgehaald. We jumpen hier gewoon meteen in de actie. Dit is echt super epic. Ik ga tegen jou aanvaren, bitch. Had je idee. Boom, hup, zeilen kapot. Ga maar eens even ten onder, jij. Dit is echt gewoon super cool. Je springt gewoon midden in de actie in dit soort games. Wat, dat is wel heel chill. Oh god, het slagschip. Double kill. Nee, oh jammer. My god. Oh, het valt mij nu pas op. Ik heb Nederlands ondertiteling. Lolcats. Hup, schiet hem nou dood. Goed zo. Wat, dat ging makkelijker dan ik had verwacht. Holy shit, man. We springen gewoon hier gewoon meteen de midden in. Dat is wel heel cool. Ik moet alvast één ding zeggen. Ik vind het cool dat de ondertiteling automatisch aanstaat. En de graphics zijn echt heel goed, vind ik zelf. Oh god, ja, daar hebben we Connor. Praktisch ongeveer het enige ding dat ik weet van Assassin's Creed. Dat lijkt niet echt op Connor. Holy shit, man. Dat was een schep. Gewoon zonde. Zonde van die mooie boot. En wie gaat de verzekering betalen? Ik niet, hoor. Wat is gevaarlijk? De kaapvaart? Wow, dat is heel gevaarlijk, schatje. Dat is gewoon leven en dood. Oh, de marine, doe me een lol, hè. Kreeg je alleen maar soep met rookworst erin of zoiets. Van die hapklare soep, dat is gewoon goor. Mooi huis heeft hij trouwens, moet je kijken. Raapjes gemaakt van hout, jongen. Vet, man. Moet je kijken naar de deur ook, hè. Oh, prachtig, ik wil ook zo'n huis hebben later. Oerlelijk wijf, maar goed. Nou, is ook niet echt moeders mooiste, maar ja. Dit is volgens mij de eerste keer dat ik een game heb gehad met Nederlandse ondertiteling. Maar dat gaat heel interessant worden waarschijnlijk, als ze gaan schelden en alles. Zou het ook zo zijn als, je, als er wordt gezegd fuck, of je dan echt gewoon neuk in beeld ziet staan. Dat lijkt me wel heel fout, maar goed. Oh, wat is dit nou? Zijn we hier in één keer weer? Dat was waarschijnlijk een droom van deze Quibus. Eens even kijken. We noemen hem denk ik Piet voor nu. Even kijken. Nieuw doel. Ga naar kust. L om te zwemmen. Oh, oké. Okay. Ik denk dat we deze gast voorlopig even Piet gaan noemen. Want, nou ja, ik heb geen andere naam voor deze gast op dit moment. Dus het is Piet voor nu. Oké, sneller zwemmen. Oké, dat is handig. Oké, okay. Niet echt heel veel sneller, maar oké, het zal wel. Hein to high draaien. Jo, die gast die is wel snel. Fucking Olympische kampioen hier.
Ik vind de hele layout van de game wel vet. Je ziet zeg maar de controls daarboven in beeld. Je ziet je health bar volgens mij. Tenminste, ik neem aan dat je health bar is. Je ziet de minimap onder in beeld. Geen idee wat al die rare icoontjes betekenen, maar het zal allemaal wel. Dit lijkt op de graphics van Far Cry 3, vind ik zelf. Wel wat beter natuurlijk, maar... een beetje hetzelfde laag in een pak natuurlijk. Nou, Piet is aangekomen op een eiland. Jee, meeuwen. Ik zal me gewoon een paraplu opsteken, want die scheidt helemaal onder als ze de kans krijgen. Oh, is dat nou? Oh, visite, hallo. Zeg, is dat niet die assassin dude? Nou, als dat Connor is, dan ben ik een aap. Die gast is niet Connor. Wacht, is Connor niet ook rood of zoiets? Ik snap er gereed van, het zal wel. Oeh, 100 goudstukken. Ja, geef maar. Ik knabbel wel eens even een snelle roeibooi in elkaar. Oeh, rum. Why is the rum always gone? Keep talking. Ik heb op zo'n site gelezen dat het allemaal met piraten te maken gaat hebben en zo. En dat Blackbeard hier voorkomt. Oh, wat is dat nou? Boeren hier. Oh, dat is een pistool. Dat is een pistool. Oh, oh, oh. Pas op, pas op, pas op, pas op. Verdomde piraten. Haha, nat kruid. Typisch Pirates of the Caribbean reference hier zo. Hij had ook gewoon het kunnen laten opdrogen misschien, maar goed, dat zal wel. Gluiperd. Oh god, er zijn allemaal gluiperds hier. Oké, fit de sleupmoordenaar. Oké, wel, kunnen we ook rennen met... Ja, oké, dat kunnen we dus ook. La 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 la. Spring, oké. Waar moeten we heen? Waar moeten wij heen? Ik loop maar gewoon een kant op. Volgens mij gaan we de compleet verkeerde kant op. Oeh, zou hier wat in zitten? Zie je soep in? Ik wil soep. Soep, ik wil soep hebben. Soep met rookworst. Oh, lekker. Of misschien wat snert of zoiets. Even kijken, ik begin de controles een beetje door te krijgen. Jump over die blaadjes heen, what the fuck? Gaat hij nou gewoon in die bladeren? Wat doet hij in die bladeren? Godsnaam, dat zal wel. Waar moet ik heen? Is hier een grot of zoiets? Grot, is hier een grot? Nee, geen grot, oké. Okay. Oh wacht, kunnen wij hier niet opspringen? Ik heb wat video's van Assassin's Creed 3 gezien, omdat dat mij wel interesseerde, maar... Oké, okay, dat kunnen we dus doen. Maar dat was ook maar iets van de eerste paar delen of zo, de eerste 10 episodes. Wat de fuck doet hij nou? Is die fucking hagedis of zo? Oh, hij is half spin, oké. Okay. Maar dus ik heb werkelijk geen idee wat mij hier staat te wachten. En ik weet ook niet of de controls hetzelfde zijn, maar... Ze lijken wel een beetje op hetzelfde als van GTA en alles. Tenminste, het lopen, kijken en springen een beetje. Maar een beetje hetzelfde, laken een pak. Maar goed, wat heb ik met dat woord trouwens? Maar waar moet ik heen? Volgens mij, wacht eens even. Is dat niet een... What the fuck? Is dat een driehoekje op de zijkant van de minimap? Ik kan het niet goed zien, omdat er zo'n verlept vogeldingetje voor staat. Volgens mij wel. En we hebben een wifi-symbool. Oké, okay, dat is ook leuk. Even kijken. Weet je wat we gewoon gaan doen? Joeroe. Oh god, dat kan. Oh god, dat doe ik allemaal. Ik weet ook allemaal niet. Oh, waar ga ik heen? Oh ja. Oh, skills. Ik doe ook maar gewoon echt wat hier. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik doe. Even kijken. Hier kunnen we dus naar boven natuurlijk. Even kijken. Kunnen we dit ook? Kunnen we dit? Ja, dat kunnen we dus ook. Oké. Okay. Lijkt allemaal heel erg op GTA en alles. En allemaal andere games die ik heb gespeeld op de Xbox. Zoals Death Island en Halo. En het is allemaal hetzelfde. Even kijken. Waar moeten we nu heen? Lieber Faith! Oh, wat? What the fuck? Ga uit de struiken, man. Jezus, bosjes, man. Oh, daar, oh, daar, oh, 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 daar is die. Hup. Sneller, Piet. Of gastje, ik weet niet hoe jij heet. Piet, denk ik. Ja, ik noem hem dus gewoon Piet. Het zal allemaal wel. Jongen, Piet is wel fucking snel. Piet de Freerunner. Eens even kijken. Waarom moet die gast nou voor stoppetje gaan spelen dan? Ik word er helemaal niet goed van hier. Nou, waar is die nou heen? Oh, daar is die. Oké. Okay. Hallo, meneer. Stop met wegrennen. Laat me jou gewoon vinden en... Ja, meer hoef ik niet te doen volgens de game. Nou, hup, go. Hup, Leroy. Of niet? Geweldig, ben het dood. Wel, nu zijn we hem dus voorgoed kwijt. Piet, heel goed gedaan. Even kijken, hier naar boven. La, 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 la. Kunnen we ook... Oh mijn god, Piet is een fucking acrobaat. Even kijken, halen we dit? Dat halen we wel. Goed zo, dat wist ik. Dat wist ik, hè. Kijk, waar moeten we nu heen? Hij is hier naar beneden gesprongen, dus het zal wel... Wow, oh, 10 punten, jongen, mooie Olympische duif. Duif? We zeggen duiven op
in de Olympische Spelen. Hey! Jouw kruid was toch nat? Oh, ik moet hem nou doden, oké. Ik vind het helemaal prima hier zo. Ik heb werkelijk geen idee wat ik allemaal doe. Ik loop helemaal de verkeerde kant weer op hier. Wat doe ik? Nou, spring. Hup. Daardoor. Hup. Daarop. Hup. Weer zo'n mooie Olympische. Of niet? Oké. Hup. Daarop. Jongen, die gast is fucking pro. Jongen, ik wil niks zeggen hoor. Maar deze gast die lijkt wel een beetje op sluit. Man. Wat de fuck? Wat is er met de beeld aan de hand? Hup. Oh mijn god. Die kerel stuurt gewoon zelf random kanten op. Wat? Gereconsiderd, doe het kwijt, geraakt. Wat? Ik was toch goed bezig? Wat is dit nou, spelletje? Wat is dit nou? Oh, wat de fuck zijn dit voor rare dingetjes hier in beeld? Ik heb zo geen idee wat hier aan de hand is. Oké, nou, go again. Dit lijkt dus inderdaad fucking op GTA. Het enige wat nog mis is dat er een mission failed hoort te staan. Kom op, hup. You can do this, Piet. Kom op, hup. Kom op, Piet, sneller. Sneller, Piet. We hebben niet eeuwig de tijd. We hebben echt niet eeuwig de tijd, Piet. Ja, ik verklein de afstand al. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Ik ren al. Ja. Ik heb zwaarden, jongen. Pas maar op. Wat? Ik heb een dikke zwaarden. Ten aanval. Wat? Oh, knopjes indrukken. Oh god, wat doe ik allemaal hier? Wat doe ik? Aanval. X. Oké, hup. Ik klik ook maar op wat. Ik heb hem doodgemaakt. What the fuck, je bent echt een sluitman en verlek mijn versie, gast. Op bloed. Oh. Jongen, wat ben je aan het doen dan? Dat is grafschennen, dat weet je. Nou ja, technisch gezien niet. What the fuck is dat voor raar dingetje? Nou, het zal. Het is eigenlijk technisch gezien nog geen grafschennen, want hij ligt net niet in een graf, dus wat dat betreft. Walpol? Wie is Walpol nou ja? Gul aanbod. Oké, dat zit mij wel. God, de gieren komen nou al. Man, oh man, hè. De fuck is met zijn kleding gebeurd. De geheime orde. Wel, die geheime orde is dan best wel scheid, want die gast kan niet vechten. En we moeten kelling naar Havana, oké. Het is wel makkelijker om te commentaten, op het beeld te letten en te lezen in het Nederlands dan als je de ondertiteling in het Engels hebt, zeg maar. Staan we goed? Piet. Nou. Ik heb nog werkelijk echt geen idee. Wacht even. Er werd ooit op een gegeven moment in het begin een naam van die gast genoemd. Hoe heet jij ook alweer? Oh my god, ik ben gewoon de naam van die gast vergeten. Weet je wat ik gewoon ga doen? Vanaf nu noem ik gewoon geen naam meer, tenzij het moet. En als ik een naam moet noemen dan, bijvoorbeeld in een bepaalde context, dan noem ik hem wel gewoon Piet of zoiets. Ik weet het ook niet. Even kijken, wat is dit? Rode cirkel. Niet in de cirkel stappen. Verboden terrein. Moet ik hier niet heen of zo? En dan heb je die kuthond van de buren weer. Ik word helemaal niet goed van hier. Even kijken, waar moet ik heen dan? Moet je naar beneden? Oké. Oké. Daar hebben we mensen lopen. Is dat goed? Zwaarden. Oh, bitches. Even kijken. Laten we die zwaarden maar even weer in doen. Die. Oké. Hup. Huts. Even kijken. Bevrijde handelaar. Copy that. Ja, wat ik goed gedaan. Wat de fuck doe jij? Wat de fuck? Is hij nou gewoon in die blaadjes gesprongen? Hop bitches. Oh wacht. Volggebieden. Dicht begroeide. Dichte begroeiing kun je als volggebieden. Kun je gebruiken als volggebieden. Je kunt er ongezien verschuilen en verplaatsen. Gebruik ze om doelwit en ongezien te naderen. Oh, oké, dat is wel handig dan. Alleen hebben we er nog niet zo heel veel meer aan. Vechten. Huppakee, in zijn rug. Jij ook meteen dood. Daar staat niks voor. Oh mijn god, die komen ze met z'n drieën hier op mij af. Kom op, je kan doen dus. Nee, ik ga dood hier. Ik ga dood. Ik ga Kashi wijden. Nee, oh god, wat een waardeloze moordenaar ben ik.
Jezus. Oké, nou. Ja, restart maar. Kom, hup. Ik heb niet de hele dag de tijd hier. Oké, nieuw doel. Bereik Havana. De Nevada Desert. Of de Havana Desert of zo. Ik weet het ook niet. Ik ga voor de verandering proberen om hier voorzichtig naar beneden te komen. En zonder dood te gaan. Want, nou ja. Kan ik hier ook ergens dan... Oh, wacht. Ik kan hier in het water springen. Oh, dat is wel heel cool met die zwaarden zo. Oké, nou, hier omhoog. Huppakee. Nou, nu gaan we eens kijken of ik nog wat boeiends kan doen hier. Bevrijd de handelaar. Oh no shit, Sherlock. Huppakee. Wat? Oh, ja. Dat kennen we nou zo langzamerhand wel in die volggebieden. Can't see me. Hup, yeah, kijk, dit is assassin. Hup, ja. Hup, ja. Hup, ja. Kom maar, jij ook dood. You want a piece of this? Yes. Oh mijn god, dat is een schreeuwschildpad. Oh my god. Nu, jammer joh. Jij ook nog even. You want a piece of this? Hup, oké. Ga maar lekker dood. Wapen oppakken. Beroving. Oké, ik ga hem lekker beroven. Jee. Hey, meneer de schreeuwschildpad, hoe gaat het met u? Wapen oppakken. Geef maar. Jee, nu heb ik 3 wapens. Ho, ho, ho. Oh, wat is dat nou? Een of andere dude. Oh, dit is dood. Oh, zielig. Wat is dat voor clown? In godsnaam, Jezus. Waarom is het die opgepakt? Gek in huis. Jezus, wat een roeiboot, hé. De opblaasboot is nog sneller dan dat wrak. Ik ben Duncan. Oh, Duncan. Oké. Duncan heet hij. Fine. Geen idee of het zijn echte naam is, want hij zei het op een manier alsof hij loog, maar... Duncan. Oké, Duncan. Duncan het is. Ik heb toch geheugen van lekker mijn versie, dus wat dat betreft helemaal in games. Normaal kan ik namen echt heel goed onthouden, maar in spelletjes... Nee. Ik vind het al een wonder dat ik kan onthouden hoe Franklin en Michael en zo heten in GTA. Duncan heet hij, oké. Moet ik gewoon denken aan een basketbal. Basketbal, dunk, dan dunken, ja. Ik vind die outfit hem echt wel heel cool staan, moet ik toegeven. Mooi zwaard heeft hij zo. Dat vind ik echt een clown, zoals ik dus al zei. Oké, ga naar het roer. Hier kunnen we een bootje varen. Dat zou cool zijn. Nee, niet je zware pakken, dunken. Opbergen die hap, oké. Moet die controls nog een beetje leren hier. Ongezien zo, laten we dat eens proberen. Oh, dan ga ik onder water. Oh, dat is cool. Dan heb je zo'n health bar ding. Oh, dat is wel cool. Kijk, dan kan ik tenminste zien waar ik zwem onder water. Jongen, je kunt toch wel zwemmen? Gewoon 1, 2... Jongen, je bent sneller dan mij. What the fuck, man? Oh, dit is difficult. Oh, ik moest mijn jas uitdoen. Donder erop, man. Je bent sneller dan mij. Oké. All aboard. De USS Duncan. Eens even kijken. Oké. Bootje varen, lijkt mij. Wat? Ah, klemmen. Ik wil erop. Oh nee, roer overnemen. Jee, bootje varen. We gaan vol zeil, jongens. Oh nee, nu gaan wij vol zeil. Haha, kijk, dat zie je zo daar bovenin bij de helftbar van het schip. Dat is cool. Even kijken, waar moeten we langs? Ik denk dat we hier zo langs moeten. Ik ga me goed een beetje af op de radar. Even kijken. Schrap zetten. Oh, wat de fuck, schrap schillen, wat helpt dat nou weer dan? Afremmen, oké, dat is dat. Oké. Oh, dan ga je met 1 cel minder. Oh, wacht, nou, dan lag hij praktisch voor anker. Oké, goed, eens even zien. Nou, voor nu gaan we goed. Hier is wat een roeiboot, dus dit ding is niet te besturen, man.
Het is wel echt super cool. Ik moet het alleen nog een beetje in de vingers zien te krijgen. Jongens, we gaan op een zandbank lopen. Snel naar rechts. Of naar links bedoel ik. Bakboord of stuurboord of zoiets. Jongens, zet even in de comments. Wat is rechts voor, of nou ja, zeg maar, wat is piratentaal voor links en rechts? Ik bedoel, zeg maar, ik weet dat het bakboord een stuurboord is, maar is bakboord rechts of is bakboord links? En hetzelfde geldt voor stuurboord. Shit! Nee. Oh! Nou, dat was een stukje health. Ach, nou ja, de boot heeft geen schade opgelopen. Fucking Titanic hier. Maar dus laat even achter in de comments, jongens. Wat is de correcte, zeg maar, bakboord, stuurboord ding voor links en rechts? Dus, ja. In wat voor context moet ik dat plaatsen, zeg maar? Dus even kijken. Nou, dit ding gaat ook niet echt snel. Het is gewoon praktisch een roeiboot, dit man. Het schiet niet op, dit. Hebben die niet een elektrische motor om erachter te doen of zo? Want dit schiet niet op. Ja, afremmen. Schrap zetten. Oh, dat was heel close. Shit, we gaan hem raken. Oh, net niet. Oké, we gaan wel lekker met vol zeil de baai uit. Oh mijn god, Free Willy. Hallo meneer. Nou, Free Willy was een man ofzo, of was het een vrouwtje? I don't fucking know. Het enige wat nog mist bij Duncan is zo'n... zo'n haak en zo'n houten poot, zeg maar. Natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life. Een kaper was die dus. Oké, dan. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, I. Het enige wat die boot nodig heeft is een beetje een likje verf. Dat is alles. Hij heeft wel een coole eenhoorn op front, dat is wel nice. Ik denk dat het een beetje lelijk. What the fuck? Jongen, wat is dit? Waar de fuck ben ik? Dit lijkt op dat mission field screen. Oh, ik kan lopen! Oh mijn god, ik loop in het laadscherm of zo. What the fuck is dit voor iets? Ik kan me iets herinneren dat dit ook was in Assassin's Creed 3 of zoiets. Met een of ander raar gebied of zoiets. Ik weet het ook allemaal niet. Oeh, hallo. Ik ben blij om terug te zijn als ik jou zie. Nee, eigenlijk niet, maar goed. Jongen, mijn hersens werken nog. Prima, mevrouw. Beweeg je hoofd, ja. Ja, nou, daar heb je een lamp. Kijk, daar, lamp. Hier, oh, mooie lamp. Ja, nou hier beneden. Ja, oh, mooie lamp. Ik ken dit van Halo. Dan moet je altijd kijken, links en rechts. Nou, nu naar links natuurlijk. Of dat is rechts. Oh, mooie stereo. En daar, oh, nog een mooie stereo. Oh, wat? Moest ik niet naar links en naar rechts kijken? Wat heeft het nut om van boven naar onder te kijken en dan niet kijken of je hoofd wel zijwaarts kan? Ik snap dit niet. Wat werkt? Bonjour, Frans. De Fransen. Napoleon! Dat snoepje. Napoleon. Wat is het voor fancy gebouw hier? Dat is wel heel leuk. Mooi iets. Oh. Jongens, hebben allemaal afbeeldingen van Assassin's Creed. Cool, man. Jongen. Dan is het echt nog niet een grote meespeler, hoor. Ik vind het wel saai. Kunnen we wat boeiends doen? Kunnen we rennen? Ja, dat kan. 1, 2. Of nou, ik kan versneld lopen. Anders loop je zeg maar zo. En anders loop je zo. Dan loop je 1 kilometer sneller of zo. Oh, wat een fancy mooi aquarium. Oh, met een lift erin. Oké, cool. Nou. Waar is dat wijf? Jongen, wat is dat wijf nou weer dan? Kan dat wijf niet lopen of zo? Is ze dat ook wel verleerd? Jongen, waar is die chick gebleven? Hey, chickie, waar ben je dan? Is ze hier al dan of zo? Nee, chickie is er nog niet. Jongen, waar is die chick gebleven? Heeft u misschien iets van een roodharige kabouter gezien, meneer? Ik ben er een beetje kwijt namelijk. Wat is dat, hè?
That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip. Het interesseert me niet. Ik wil terug met mensen vermoorden en die hersenspoeling van jullie die faalt gewoon, want ik kan doodgaan en dat is niet cool. Dus ja. But only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Caribbean Pirate. Jack Sparrow. Yes, als Jack Sparrow hier voorkomt, ik weet dat Zwartbaard hier voorkomt, dus dat is nog episch. Well, thank you, Nancy. Bon journée. Ik vind jou veel leuker dan dat lelijke wijf. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Waarom Frans, jongens? Ik vind Frans zo'n lelijke taal. Gewoon dat I go there, I oui, à monsieur. Douva, doupa, doupoussa, baguette. Dat klinkt gewoon zo kakkerig en dat haat ik. Wat de fuck is dat nu een vervalend iets in mijn beeld? Haal dat eens even weg. Hallo, haal dat weg. Hup. Haal dat eens weg. Ik wil dat niet in mijn beeld. Haal dat weg. Kan dat ook weg? Och, dan heb ik het erger gemaakt. Oké, is dat dus. Kan ik het niet? Nee, kan dus niet. Oké. Nou, we gaan dus nog naar de vissenkom. Oké, cool. Dun, 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 dun. Mooi lampje. See that flashing wireless signal? Yes. It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Oh god, ik moet iets kiezen. Kies de verdieping van Project Monster. Oké. A denk ik dan. Of zo, of niet. Oh, ik moet B volgens dit ding. Oké, B. Nou, Monster Project 17. Oké. Oh, we gaan omhoog. Up we go. Welkom met die vis hier en zo. Niet dat je iets van die vis meekrijgt, omdat die lift fucking snel gaat, maar goed. Wat is dit nou? There's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Hey then, Connor. Connor? Edward, the pirate. Donder op, je maakt Jack Sparrow belachelijk. Sorry me erop, spring van dit gebouw af. En laat ik jou nooit meer zien met je lelijke rotkop. Jou niet eens gelijks. Klootzak. Oké, goed. We're diving into the memories of one very generous donor. Desmond Miles. Desmond Miles? Wie is Desmond Miles? Ik hoop dat we Connor nog een keer kunnen zien. Connor is cool namelijk. Wat moet ik doen? Oh god. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. So here we are. Your very own Animus workstation. This is all yours. So sit back, relax and find us some good footage. Hè? If you need any hints or tips. Oh, coole monitor, jongen. Die gast kan gewoon een gaming kanaal maken hier. Dit was heel cool. Jongen, moet je zien, hè? Coole monitor en alles. Ga terug naar je Animus. B. Oké. Ga ik weer terug naar mijn Animus? Welcome to Animus Omega. Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. Oké. If you have any questions, comments or concerns about how to operate your Animus console. Nee, jongen, ik heb een Xbox 360. Dat is een console van Microsoft. Snappy. Project Monster. Dan moet ik steeds denken aan een of andere monster ding of zo. Is niet een monster, zeg maar, van DNA monster. Nee, maar gewoon echt zo'n monster met grote tanden en roar, zo'n monster. Oké. Lekkere lange aflevering trouwens. 15 minuten. Wat is dit hier? We zijn hier in een of ander raar stadje. The fuck is dit hier? Het lijkt wel of een of ander Arabisch ding. Oh, Assassin's Creed 4, Black Flag. Coole piratenmuziek op de achtergrond. Nee, de Britten met
Hoe heet die kubus nou alweer? Met de Commodore en Commodore Norrington en David Jones. Havana, Cuba, July 1715. No, just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. Jongen, gooi je gast overboord alsjeblieft, voer hem aan de haaien, kiel haal hem desnoods, weet ik veel. Jongen. Pirates beware, oh god. Ik vind die gast lekker op een kwakzalver, ik heb werkelijk geen idee waarom, maar ik vind hem er gewoon op lijken. Britten, hè. Kwakzalver dus. Zand in mijn onderbroek. Duncan heeft in ieder geval gevoel voor humor. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. Nou, capuchon op en let's go. Volgen. Oké, wel jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Dit was een lang genoeg aflevering, vind ik zelf. Dus jongens, als jullie meer Assassin's Creed 4 willen, moeten jullie één ding doen. Even een like achterlaten. Dat betekent zo ontzettend veel voor mij. Echt, jullie hebben werkelijk geen idee. Abonneer ook nog even voor meer Assassin's Creed. En volg me even op Twitter, @ShadowGames320. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Assassin's Creed 4 Black Flag. My god, wat een mondvol. Maar goed, later mensen.